we zijn lekker warm hier, dus dat is beter dan dat we buiten hadden. We hebben een hoe noem je dat? Een schipper. Schipper, u bent ook een schipper, maar u bent gewoon een schipper mevrouw. Ja, dat klopt. En met wie hebben we het genoegen? Ik ben Ineke Adriaanse en ik ben werkzaam samen met mijn man op motorschip Brisant. En wij vervoeren zand en grind en vreesafval en puin, dus bouwmaterialen, door Nederland, België, soms Frankrijk in. Ja, dat is leuk werk om te doen. Ik zou ook niet ander werk willen doen, ben er ook in opgegroeid. Ja. Ouders hebben altijd gevaren, broers en zussen van beide kanten. Dus ja, dat is zo ons werk. Uw man is een oude kerker? Ja. En u ook? Ik ben ook geboren op Oudekerk, okay. Op een schip. Dus wij zijn beide Oudekerkers. Ja, ja. U bent geboren op een schip en hoe ging dat in vroegere jaren en hoe gaat dat tegenwoordig? Ik bedoel, vroeger moesten de kinderen volgens mij allemaal naar het internaat. Dat klopt. Ik heb zelf ook niet op het internaat gezeten bij mensen die geen kinderen hadden. In een woonvorm van 10 kinderen, dus die mensen die zorgden voor ons. Oké. Okay. En ja, wij waren, toen was er nog geen auto aan boord. Dus we gingen, als we naar boord gingen, naar de ouders met de trein of met de bus. En je zag je ouders soms 7, 8 weken niet. Jo. En tegenwoordig gaan de kinderen natuurlijk ja iedere week naar huis, want papa en mama hebben de auto aan boord. Ja. Zo lang zonder ouders dan, 7, 8 weken. Dus dan was dat eigenlijk ook wel, dan zag je ouders ook maar soms een x aantal keer per jaar maar. Dat klopt. En dat was heftig natuurlijk. Ja, maar ja, je wist niet anders. Als ik dan naar mijn man kijk, dan trof ik het eigenlijk nog goed. Want die was soms zelfs de vakanties over wel op het internaat met zijn broers. Dus ja. Dat is gelukkig bij ons nooit gebeurd. Maar ja, je moest toch naar school, dus ja. Het was niet anders. Nee. Familie Adriaanse, dus de kant van uw man, was best wel een groot gezin, heb je toch? Ja, dat bestond uit 6 kinderen. En ja, die zaten natuurlijk ook op het internaat. En ik zelf kom uit een gezin van 4 kinderen. En ook op het internaat. Ja, ja. Hoe gaat dat tegenwoordig? Want ik hoorde wel van, wij hebben de kinderen niet zoals ik was van de week op de Esmeralda en toen zei de schipper van de Esmeralda, dat is het veerpontje tussen Bergamo en Grootamers, die zei, we hebben de kinderen niet gekregen om op het internaat te doen. Maar tegenwoordig gaat het heel anders, hè? Want heel veel, vaart u altijd mee, maar ook heel veel vrouwen van schippers blijven toch thuis of hebben een huis ergens anders? Dat klopt, ja. Ik ben altijd aan boord. Okay. En onze 2 kinderen hebben dus wel op het internaat gezeten. En die zeiden altijd, mama, het hoort erbij. Ja, ja, oké. Okay. Die hadden het begrip voor het werk wat jullie deden. Ja, zeker te weten. En dat is eigenlijk nog zo. Je hebt het er natuurlijk wel eens over. En dan wordt er altijd gezegd, och, we zijn ook groot geworden. Ja. Ja, nee, dat is natuurlijk ook zo. Ja, uw man is er vanochtend even niet bij, maar dat mag. Met u gaat het ook fantastisch om daar een praatje te maken. Maar de woonomstandigheden, want die zijn natuurlijk veel kleiner als in een huis. Gaat het altijd goed? Hoe gaat het nu? Hoe gaat het met uw paar allebei? Nou, dat gaat prima. Ik bedoel, ik heb ook een woning die bestaat uit keuken, badkamer, kamer plus 3 slaapkamers. En eigenlijk doe je niet onder als mensen aan de wal die ja, in een huis zitten. Ja, nee. En met het varen, ik bedoel, soms wordt u wel eens, dat u vaart en uw man ligt aan het slapen, dat komt er wel voor zeker? Dat komt soms ook voor. We maken meestal dagen van 18 uur. Ja, ja. Dus dan begin je 's morgens om een uur of 4 tot 's avonds 11 uur. Nou ja, voor de rest probeer je het weekend vrij te zijn en of toch in te lassen dat je ook 's avonds lekker betijds klaar bent. Dat lukt niet altijd natuurlijk. Nee. Dat hangt van het werk af en waar je naartoe moet. Ja, en verder doen we eigenlijk altijd alles samen. Als de wekker om 4 uur afloopt, 's morgens, dan ben ik er ook bij. Ja. Ga weg, doe de sluis of net ja, wat er ja, moet gebeuren. Nou, 2017 komt eraan. Genoeg werk in het vooruitzicht? Ja, de voorspellingen zijn weer goed, dus daar hopen we dan op. Nou, dat kan ik mij helemaal voorstellen. Mag ik u danken? Heel veel plezier en een fijne jaarwisseling toewensen. En heel veel succes met de komende 40 jaar.
Ja, oké, okay, dankjewel. Hier vanuit, vanuit de Brisant, Erik, zijn wij te gast bij de familie Adriaanse. Waar nou ja, de lucht een klein beetje helderder begint te worden. Dus we zullen maar hopen dat dat ook komt. Vandaag hier te gast in Oude Kerk aan de IJssel om u als kijker te informeren hoe het schippersleven een beetje is. Want schippers, ja, het is natuurlijk heel erg moeilijk soms wel eens, maar ook wel eens wat makkelijk. We zijn te gast vandaag bij Nico Stam, de schipper van de Zeldenrust. Nico, hoe is het leven van een schipper? Ja, heel gevarieerd. Wij zijn, ik vaar met mijn vrouw en een matroos varen wij iedere week varen we goederen heen en weer. En dat kan van alles zijn. Dat kunnen containers zijn, zand, grind, grond, mais, gerst. Alles wat er maar te vervoeren valt. En dat varen wij de hele week heen en weer. En dan, ja, zo, dus dat is heel afwisselend. Want de ene keer leggen we in Gent of in Keulen of in Terneuzen. En de andere weekend leggen we in Lemmer of Delfzijl. Of ja, we zwerven de hele... Ja, half Europa door. Hoe lang al de Zeldenrust? Wij varen al 35 jaar op de Zeldenrust. Okay. Dit is niet dit schip waar we nu op varen. Dit is ons 1, 2, 3, 4, ons vijfde schip. En ja, we zijn klein begonnen en we zijn iedere keer een stapje groter gegaan. Iedere keer een stapje groter, want dit is natuurlijk een gigantisch prachtig schip in ieder geval. Met een, het lijkt wel een cockpit waar je nu in zit om het schip, de Zeldenrust, een, nou ja, zeg maar naar een veilige haven te leiden. Want het is allemaal computergestuurd. Ja, dat is heel veel tegenwoordig. Want je, ja, je doet alles met camera's. We hebben een touchscreenscherm, dat is in de plaats. Anders zou je 200 knoppen in je sturen nodig hebben. Dat gaat nu allemaal met touchscreen. Dit is allemaal verlichting. Even kijken, dit is allemaal verlichting aan boord. Kijk maar, de camera, de TL-lampen en halogeenlampen. Dit is de voeding voor de aggregaten. Nu lig ik op walspanning. Hier, dit is de, alle touchscreen bedieningen voor mijn zonneweringen. Kijk, als ik mijn zonneweringen naar beneden moet doen. Dan gaat de zonneweringen naar beneden. Die, dan kan ik vijanden sturen, kan ik met de zonnewering naar beneden. Wat doe je hier? Kijk, bediening achterschip hier. Dit is allemaal pompen. Allemaal pompen, die kan ik allemaal hier vandaan bedienen, die ik nodig heb. Als ik moet boenen of als ik in mijn ruim schoon moet maken, dat is allemaal hier de bediening voor. Hier heb je bediening voorschip. Nou, bij elkaar zitten hier wel zo'n beetje 200 knoppen op. Die je kan bedienen. Als je dat allemaal knoppen moet doen, kom je gewoon plaatstekort. Ja, ja, ja. En daardoor, door zo'n touchscreenscherm, is dat gauw die echt nodig zijn voor mijn boordlichten, stuurhutsverlichting, mijn mast voor. Al zou naar mijn computer uitvallen, dan kan ik wel altijd nog die dingen die echt nodig zijn, die kan ik dan bedienen. Ja, dat is ons eerste schip, dat was de stuurhut net zo groot als de lessenaar nu. Ja. En dat was de hele stuurhut. Ja, ja. Dus je was allemaal maar heel krap. En dat is door de loop van de tijd, doordat je grotere schepen en modernere schepen krijgt, is dat zo gegroeid dat je het ook veel meer comfort hebt. Jij bent, heb ik begrepen, jij bent niet van een schipper geboren. Je hebt nooit als schipper, want je bent er zo ingerold in principe, toch? Ja, ik ben op mijn 16e voor het eerst op een schip gaan varen. En dat, ja... Ik vond dat zo mooi. Ik ben in mijn vakantie daar gevaren. Toen ging ik terug naar HAVO 4. En, ik ben een week terug geweest en toen ben ik op de trein gestapt en ben ik naar die schipper gegaan. Ik zeg, ik kom bij jou varen. En zodoende ben ik erin gerold. En ik ben blijven varen. Mijn vader had al gezegd, van jou komt helemaal niks terecht. Maar hij is er toch iets van teruggekomen. Dat kan ik me voorstellen. Oude Piet was niet makkelijk. Nee, nou goed, maar vooruit. Je hebt het beste met je kinderen voor, zal maar denken. Dat is ook zo. Ja. We hebben het over de kinderen. Jij hebt zelf ook kinderen. Varen die mee of hoe is dat gegaan in de loop der jaren? Nou, ik heb 6 kinderen. De eerste 4 waren jongens. Maar er zitten geen opvolgers bij. Ze willen geen van alle varen. De een is waterpolitie. De ander is bij een telecombedrijf voor de binnenvaart. En er zit er nog een die is...
Ja, die is kraammachinist, dus het is wel allemaal een beetje binnenvaart gerelateerd. Maar er is niemand die wil gaan varen. Nou ja, zowat, als iedereen maar goed heeft. En ik heb nog twee dochters. Mijn twee dochters zijn nu 14 en 18. En die zitten op Schippersinternaat in Krimpen IJssel. Die worden s'maandags, brengen we ze weg daar naartoe. En vrijdagsmiddags halen wij ze weer op. Waar je ook bent op maandag wegbrengen? Ja, waar ik ook ben. Maar ik probeer altijd de weekenden zodanig te plannen dat ik niet verder als 2 uur rijden van Krimpen IJssel ben. Oké, dus dan is het niet ver rijden in ieder geval. Hier nu traditioneel in Oudekerk, dat is eigenlijk jullie thuishaven een beetje? Dit is onze thuishaven en ja, de schepen die hier liggen, die hebben altijd de gewoonte om tussen kerst en nieuwjaar naar hun thuishaven te komen. En dan hebben we vergaderingen, we hebben onderlinge sociale contacten. En onze kinderen kijken er ook naar uit. Onze jongens komen dan aan boord, iedereen is aan boord om te eten. Het is een zoete inval, dan komt die op de koffie en dan die. En dat is goud. En dat zouden we voor geen goud willen missen. We zitten nu in de stuurhut en die stuurhut die staat nu op 18 meter. Dat is dan bijna de hoogte van het dak van de stuurhut. Ja, het stuurhut dak, ik heb een hoogtemeter en die staat nu op 18 meter 55 of zo. Maar dat hebben we nodig om over containers heen te kijken. Als wij containers varen, dan moeten heel de stuurhut omhoog. En dan, als we dan 5 hoog containers hebben, dan ben je 14,5 meters aan die containers hoog. En dan moet je daar nog overheen kunnen kijken. Hoe gaat het dan? Ik bedoel, dan zit jij hier en dan, je vrouw zit 15 meter lager. Maar ja, je eet afstand, je doet alles hier. Hoe gaat dat dan? Nou, wij leven in de hut. Wij maken 3000 draaiuren per jaar. Dus we zitten 3000 uur per jaar zitten we hier in de stuurhut. En daar hebben we een hele grote, daar hebben we een eettafel. En we doen eigenlijk altijd alles eten hier in de stuurhut als we aan het varen zijn. Maar als we containers varen, ben je contact met beneden kwijt. Dan, ja. moeten we daar een trap naar beneden. En mijn vrouw heeft er een heel groot hekel aan om containers te varen. Dus ik doe het niet zoveel, alleen als ze heel goed betalen. En ik heb wel eens met de stuurhut bovenin gestaan. Toen stonden we met 5 hoog containers. En toen kwam mijn vrouw eten brengen. En ik had 5 boterhammen besteld. En ze kwam er met 2 boven. De rest waren er vanaf gewaaid onderweg. Dus ze zegt... Ja, en als je vrouw het niet naar de zin hebt, heb ik ook niet naar mijn zin. Nee, dat is hetzelfde met... Die containervaart hou ik voor het laatst. Ja, nee, dat is hetzelfde met de kinderen op vakantie gaan en zo. Kinderen het wel niet naar de zin hebben, pa moet ook niet naar de zin heen. Dus 2016 zit er bijna op. Goed jaar gehad? Ja, wij hebben een goed jaar gehad. Ja, wij hebben een schip laten bouwen van 86 meter. En dat is de maximale maat. 86 meter, daar je nog samen met je vrouw mag varen. Je ziet in de grotere tonnenmaten, in de 135 meter schepen en koppelverbanden en ja, heel, wat allemaal boven de 3000 ton zit, daar is een overcapaciteit. En als je veel afvoer op de Rijn hebt, dan zijn de vrachten heel laag. Maar nu is het gelukkig al 3 maanden laag water op de Rijn en dat is voor de schipper is er gunstig. Voor de schipper, zoals met deze grootte dan? Ja, voor de schipper, de schepen kunnen, al zou ik nu naar Mannheim moeten, kan ik nog maar, wij zijn 2400 ton groot. Al zou ik nu naar Mannheim moeten, dan moet ik door het gebergte heen, dan kan ik nog maar 800 ton meenemen. Dan lig ik op waterstand. Dus dat is maar een derde van de capaciteit en dat is met alle schepen zo. Dus er is veel meer vraag naar schepen. Dus het is een goed jaar geweest 2016. 2017 staat eraan te kloppen. Goede vooruitzichten? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. De bouwtrek aan, dat kunnen wij ook goed merken. Wij doen ook heel veel zand en grind. En je kan het overal merken dat er meer gebouwd wordt. België wordt ook meer gebouwd. En ja, dat is voor ons gewoon... Ik zie de toekomst zonnig in wat dat betreft. Dat is een heel mooi uiteinde om dat te vertellen. Ik wens u en uw gezin natuurlijk een fantastisch nieuw jaar. En een goed en zalig uiteinde. En een heel fantastisch 2017. En dank u wel dat wij hier vandaag bij u aan boord mochten zijn. Hartelijk dank. Nou, hier aan boord van de Zelderust. Het is gigantisch om te zien. En ik kan het iedereen aanraden om gewoon ook eens een keer te proberen. Om bij zo'n schip, als hier nu in Oudekerk ligt, om ook eens een keer te gast proberen te zijn. Dat hebben wij wel gedaan en daar zijn we bijzonder dankbaar voor.